Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft gemerkt dat er behoorlijke spanningen zijn ontstaan tijdens het bivakeren in de Anthony Nesty Sporthal. Er schijnt veel wantrouwen en ruis in de samenleving te zijn ontstaan over het natraject van de verkiezingen. Om ervoor te zorgen dat de samenleving voorzien wordt van feitelijke informatie, waarbij ook wederhoor kan worden gepleegd waar nodig, heeft de SVJ besloten om ervoor te zorgen dat minstens één journalist om de beurt 24 uur per dag aanwezig is in de Anthony Nesty Sporthal. De SVJ wil op deze manier ervoor zorgen dat de samenleving op een professionele manier op de hoogte wordt gesteld indien er nieuwswaardige feiten zich voordoen. Aldus een bericht van de Surinaamse Vereniging van Journalisten.